Inspiratie nodig? Plan een adviesgesprek in. Bij Pronto Wonen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Ik denk het uiteindelijk wel als je 3 punten pakt, de periode wint en weer 3 punten bijschrijft. Ja. Je komt heel snel op voorsprong binnen 10 minuten. En vervolgens lijk je een beetje de grip te verliezen op de wedstrijd. Zag jij dat ook zo of heb je dat anders gezien? Ja, dat vond ik ook. Ik vond dat we te weinig rust aan de bal hadden. Waardoor we ook verder terug werden gedrongen door hun. En we hadden geen druk op de bal. Dat vond ik ook na het doelpunt. Vervolgens in de tweede helft wat omzettingen. En uiteindelijk ga je die laatste 20 minuten wel echt vol voor de winnende doelpunt. Hè? Ja, dat moet ook denk ik. Helemaal als je vandaag een periode kan winnen. Je wil meedoen voor de eerste 2 plekken. Dan moet je vandaag winnen. En dan is het begrijpelijk dat je vol op de aanval gaat. En voor het winnende doelpunt. 90ste minuut schrijven wij. Vrije trap. Wat gebeurt er? Ja, vrije trap. Ik denk een beetje hetzelfde als tegen Den Bosch. Toen vond ik ook daar in die ruimte een beetje kwam de bal. En deze keer weer. Alleen ging er iets rustiger in. Maar net zo belangrijk denk ik. Raakte je hem wel goed? Ja, uiteindelijk wel, want hij gaat erin. Dus daar raak ik hem goed genoeg. Inderdaad. Wat is er werd nog gefeest, jullie gingen met de schaal uiteindelijk, of met het schild uiteindelijk de catacombe in. We hoorden wat gejuichen, wat geroepen, wat feestsfeer. Wat is zo'n schild uiteindelijk waard? Is het een leuk moment nu of is het nog meer dan dat? Nee, het is een leuk moment. Bevestiging van de afgelopen periode dat we een goede periode hebben gedraaid. Hetzelfde als vorig jaar, toen wonnen we ook de 3e periode, maar dat was niet het einddoel. We willen nog veel meer. We willen bij die eerste 2 plekken eindigen en daar gaan we nu voor. Vind jij het leuker om te juichen in een stadion dat niet van de Graafschap is? Nee, eigenlijk niet. Maar mij maakt het niet uit waar ik scoor. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn om ook op de Vijverberg te gaan scoren. Ja, want je hebt 6 doelpunten gemaakt en allemaal uit. Ja, ja. En je doet het er niet met opzet om, zeg maar. Nee, dat zeker niet. Maar een doelpunt is een doelpunt. Op de Vijverberg tellen ze niet voor 2. Dat komt nog, hoop ik. Ja, kijken we heel even naar de ranglijst. Almere gewonnen vanavond, NAC gewonnen vanavond. Cambuur gelijk gespeeld tegen Go Ahead Eagles. 4 is het nummer. 4 naar boven, 4 naar beneden. Het blijft nog weer status quo, hè? Ja, en dat is de komende 10 wedstrijden is het gewoon wedstrijd voor wedstrijd. Vooral naar onszelf kijken. Onze eigen wedstrijden blijven winnen. En dan kunnen we kijken, als wij onze wedstrijd hebben gespeeld, wat de anderen hebben gedaan. Ja, liefst nog met iets beter voetbal die wedstrijden winnen, denk ik. Hè? Ja, dat zeker.